Welkom bij de Katkoelmo podcast. Hey, dit is Kat met weer een nieuwe podcast aflevering. En vandaag heb ik de gast Karen Rensma. Karen en ik kennen elkaar van volgens mij Nienke van der Lek of zo hebben wij samen een training. Oh, dat is grappig. In mijn geheugen kennen wij elkaar van een trainingsperiode bij Zaraida Groenhart. Oh, dat kan ook. Volgens mij zelfs nog eerder. Dus, oh, grappig. Ja, ja. Maar goed, ja. Hey Karen. We zijn elkaar ergens in ondernemersland regelmatig tegengekomen. Ja, dat sowieso. Ja, superleuk. Nou, en ik had een leuke oproep geplaatst van wie wil er in mijn podcast te gast zijn. En jij reageerde meteen heel enthousiast. Nou, super welkom ben je. Dankjewel. Ik ben echt een beetje, ja, ben wel benieuwd naar jou. Vertel eens iets over jezelf. Wat doe je? Wie ben je? Oké. Nou, mijn naam is Karen Rensma. Ik ben 50 jaar geworden dit jaar. Een mooie leeftijd. Om terug te kijken op mooie dingen en om vooruit te blikken ook. Ik vind het wel iets, een soort magisch getal. En je zegt, wie ben je? Wat doe je? Nou, ik heb een gezin, een man, twee pubers en we zijn een leuk clubje bij elkaar. En ik ben ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf en dat is een bedrijf voor carrièrecoaching voor beta-vrouwen. Hardhout en porselein coaching is de naam van mijn bedrijf. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. En ik ben bang, daar kan ik heel lang over vertellen. het is het mooiste werk wat er is. Het is het werk waar ik lang van heb gedroomd en wat ik nu doe. Nou ja, daar prijs ik me echt heel gelukkig mee. Oh ja, dat snap ik helemaal. Heerlijk. Wat fijn, zeg. Ja, absoluut. Ja. Dat is priceless. Ja, het is natuurlijk, dat is het leuke van ondernemer zijn. En ik zeg dat ondernemend of ondernemer. Voor mij is dat, er zijn nog wel verschillen in. Maar gewoon dat je het zelf kan creëren wat je het liefste doet, weet je wel. Dat is gewoon, ja, dat is echt fantastisch. Dat doe ik ook. Ja, maar dat is wel mooi wat je daar zegt. Want ik denk inderdaad een soort van ondernemende houding, hè? Een soort ondernemerschap in je leven. Ook als je niet een eigen bedrijf hebt. Dat is eigenlijk ook een heel groot goed. En je zou het kunnen noemen regie hebben over je leven. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi wat je zegt. Hè? Een mooie metafoor. Eigenlijk een ondernemer zijn van je eigen leven. Ja. Dat kan ook heel goed als je in loondienst bent. Ja, dat denk ik wel. Dat is, sowieso gewoon het hele denken in mogelijkheden. En gewoon wat meer af op waar je blij van wordt. En, ja, zeker. Doen, weet je, meer met je eigen goud doen, zoals ik dat dan noem. Goud is voor mij, zeg maar, alle kennis, ervaring, inzichten, alles wat je in je hebt, zeg maar. Mm-hmm. En voor mij is het idee dat je dat met de wereld deelt. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, Karen. Wat is jouw goud? Wat is mijn goud? Nou, als je het dan hebt over in termen van wat je met de wereld deelt, dan denk ik, wat ik op dit moment deel, en dat, als je het dan betrekt op werk, dat is echt vanuit een hele betrokken positie of houding, meekijken met de ander, van hoe kan ik je nou het allerbeste verder helpen? Zodat die ander ook echt gaat doen wat hij in zijn mars heeft. Dus mensen hebben vaak zoveel te bieden wat ongebruikt op de plank blijft liggen. En dat geeft altijd frictie inwendig. Daar word je niet gelukkig van. Dan heb je geen echte voldoening. Je voelt je nooit helemaal succesvol. Of je hebt de hele tijd maar het knagende gevoel dat je van veel meer betekenis zou kunnen zijn. Ja, dat is toch een universeel intrinsiek verlangen wat wij als mens hebben. En dat ik in het werk wat ik nu doe, hoogopgeleide beta-vrouwen, en er komt ook wel eens een man voorbij, en er komt ook wel eens een vrouw voorbij die niet beta, maar alfa is. Maar weet je, dat ik die mensen die bij mij aan de tafel schuiven, help om te ontdekken
hoe zij het allermeest van betekenis kunnen zijn. Omdat dat is waar ze naar verlangen. Hè. Dat hoeft niet van mij of zo, maar dat is hun eigen verlangen. En om te helpen dat te ontdekken. En ik zie keer op keer als mensen uiteindelijk echt gaan doen wat ze in hun mars hebben. Dan is er zoveel oogst voor ze. Hè. Dan komt er voldoening, dan komt er veel meer oprecht plezier in wat je doet. Met het gevoel dat je niet iets achterhoudt. Of dat er niet iets wat heel erg van waarde is, ongebruikt blijft liggen. Dat vind ik machtig om daar, om daar deelgenoot van te zijn. Hè, om dat te faciliteren. Dat zijn altijd hele fascinerende processen. Waar het leven van opknapt. Ja. Dus dat is zoveel waard. En ja, dat is... dat is eigenlijk, ik vind dat goud, het is een soort priceless zou je kunnen zeggen, om maar even slecht Nederlands woord te gebruiken. Dat heeft een grote fascinatie van me en dat geeft bij mijzelf ook enorm veel voldoening. Als het me lukt om iemand daar goed in te begeleiden en elke keer dat er weer iemand echt een stuk verder is geholpen of een hele dappere keuze maakt, hè, ergens in werk de deur achter zich dicht trekt of ergens werk helemaal anders gaat organiseren. Keuzes maakt die moeilijk zijn, maar die eigenlijk wel nodig zijn om te komen tot de manier van werken en leven die echt past. Waarbij het gewoon allemaal klopt, waar het echt op je eigen manier is. Telkens als dat iemand lukt, dan ja, ik word daar oprecht ontzettend blij van. Dus ja, dat vind ik wel echt goud. Ja, wat leuk zeg. Heerlijk. Goud, het wordt ook wel geassocieerd met geld. En rijkdom ook. Als je het dan heel letterlijk pakt. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ik heb van huis uit wel meegekregen dat geld iets is waar je... verstandig mee om moet gaan. Waar je heel bewuste keuzes in moet maken. Waar geef je het aan uit? Ik ben niet grootgebracht met... geld speelt geen rol, gooi het maar over de balk. Of er is altijd genoeg of zo. Er was voor mijn gevoel altijd genoeg. Ik ben niks tekort gekomen. Maar er was niet een houding van... het boeit allemaal niet of zo. Dat heeft me wel wat gebracht. Want ik geloof ook wel als je bewuste keuzes daarin maakt. En dat betekent dat je ook bepaalde dingen juist bewust niet doet bijvoorbeeld. Dat maakt ook dat het makkelijker wordt of zo. Om te genieten van alles wat je wel kan, wat je wel doet. Ik vind dat eigenlijk wel een mooie insteek. Tof, dus je hebt het eigenlijk overgenomen. Nou ja, het is een mooie boodschap. Ja, ik heb er denk ik wel mijn eigen sausje over gegoten. Mm-hmm. Maar in basis denk ik dat het helemaal geen verkeerde insteek is geweest. Ja. Hey, en Karen, als jij geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Wat vind je belangrijk? Leuk om geld aan uit te geven? Ja, nou... ja, er zijn eigenlijk wel heel veel dingen die ik leuk vind om geld aan uit te geven. Maar als je het dan hebt over daarin kiezen. Het hangt er een beetje vanaf op welk gebied. Maar ik hou ontzettend van leren. En nieuwe dingen leren. Daar knap ik gewoon ontzettend van op. Daar kan ik echt heel veel plezier aan beleven. Dus dat betekent dat ik... Bijvoorbeeld boeken om die te kopen en me daar weer in iets nieuws te verdiepen. Dat vind ik heel prettig. Maar ook bijvoorbeeld investeren in een nascholing of een bijscholing. Om gewoon elke keer weer een stukje beter te worden in mijn vak. Soms zijn het ook dingen om beter te worden in het ondernemersvak. Want dat is toch eigenlijk een soort vak apart. Dus dat zijn dingen waar ik aan uitgeef. Maar natuurlijk ook de fijne, leuke dingen die je met elkaar doet. Als gezin, met vrienden, met familie.
Ja, dus dat soort zaken. Tof. En als jij nou nog één kindje zou hebben, voorlopig, hè? Niet voor altijd, maar gewoon voor nu. Van, jij weet niet precies wanneer er weer geld komt. En je hebt nog één tientje. Waar zou je dat dan uitgeven? Nog één tientje? Ja, het is niet veel, hè? Maar ja. Nee. Nou, ja, er komen eigenlijk twee dingen bij me op die elkaar enorm tegenspreken. Maar stel, ik zou nog even bedenktijd hebben. dan zou het... Aan de ene kant zou ik denken, nou, dan hou ik dat ene tientje nog even achter de hand. En dan doe ik er nog even niets mee. Maar ik denk ook meteen, nou, als dat dan mijn laatste tientje is, kom, dan neem ik mijn kinderen mee en gaan we ijs kopen of zo. En als je een tientje op straat zou vinden, dus een mazzeltje, een groen cadeautje, wat zou je daar dan mee doen? Ja, kom ik toch weer op de ijsjes. Ja, dat is, moet ik misschien even toelichten. we hebben thuis als gezin, we hebben een dingetje met Ben & Jerry's. Oh, oké. Okay. Buiten dat het ontzettend lekker is, ontzettend lekker ijs is, is het ook nog op een hele verantwoorde manier gemaakt, geproduceerd. Met goede producten en fair trade en al die zaken. En het is op een gegeven moment een soort gewand of traditie eigenlijk. Het is misschien een mooier woord geworden dat als we iets te vieren hebben, dan komt er Ben & Jerry's. Dus als je nou zegt, als je een tientje zou vinden op straat, dan zou ik meteen denken, oh nou, wat een feestje. Kom jongens, Ben & Jerry's. Leuk, leuk. Leuk om zoiets samen met je gezin te hebben inderdaad. Zo. Ja, zeker. Ja, ja. En als geld nou geen rol zou spelen, hoe zou jouw leven er dan uitzien? Nou, ik denk eigenlijk helemaal niet zoveel anders dan nu. Ja, weet je, ik heb mooie mensen om me heen. Dus ja, dat zou ik heel graag zo houden. Dus weet je, dat, daar zou ik niks aan veranderen. Ik woon op een fijne plek. Daarin heb ik ook eigenlijk niet de wens of het verlangen om dat te veranderen. En ja, hè, je zegt als geld geen rol zou spelen, dan denk ik toch ook aan werken. Zou je dan nog werken? Het is een vraag die ik aan mijn coachees ook wel eens stel. In een iets andere vorm misschien, maar je kunt zo mooi toetsen of je het goede ding zit te doen in je werk. Door je af te vragen van, goh, hè, als je het geld niet nodig zou hebben, zou je dan nog doen wat je doet? En er is bij mij niet een aandrang om te denken, oh, maar dan ga ik de hangmat in, kom ik er niet meer uit. Dan stop ik met werken, want dan hoeft dat gelukkig niet meer. Ik vind het zo leuk wat ik doe. Ik ben echt heel erg dol op mijn werk. En natuurlijk, hè, het is ook mijn ding om brood op de plank te krijgen. Het is natuurlijk gewoon waar ik mijn salaris mee verdien. Maar als dat niet nodig zou zijn, dan zou ik het nog steeds blijven doen. Want als je dan niet hoeft te worden uitbetaald in euro's, dan... Ik word in mijn werk ook heel groots uitbetaald in voldoening en plezier. En verbinding met andere mensen. En ja, dat levert mij ook heel veel op. Dat brengt mij ook heel veel. Dat vind ik echt heel erg verrijkend. Ja. Dat zou ik niet willen missen. Dus ik denk ook, hè, ik zit wel eens na te denken over van... hoe zou je leven eruit zien als je met pensioen ging? En... dan denk ik dat er ook niet zoveel zou veranderen. Misschien zou ik dan wel ietsjes minder gaan werken of zo. Ik kan me voorstellen dat als je met pensioen gaat en je hebt die leeftijd, dat je energieniveau ook een beetje anders is dan nu. Misschien ook wel niet hoor. Maar goed, dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik dan stop met mijn werk. Daar is het echt gewoon veel te leuk voor. Dat is wel heel goed nieuws eigenlijk, hè? Dat is heel goed nieuws, ja. Ja, dat is... Dat is fantastisch. En dat is natuurlijk een feestje. Daar kan ik echt ontzettend van genieten. Weet je, ik heb ook als... dan heb ik op een dag heb ik een aantal afspraken met klanten.
Ik ben vrij streng of strikt, of hoe zou je dat willen noemen, bij een soort selectie aan de poort, zal ik maar zeggen. Ik wil alleen maar met iemand werken als ik zeker weet van tevoren, van ik ga jou echt verder kunnen helpen en het gaat jou echt opleveren wat jij wilt dat het oplevert. Hè? Als ik weet, van, nou, dat kan ik waarmaken en er moet ook, de chemie moet ook kloppen. Anders dan ga je het ook niet kunnen waarmaken. Dan is er continu, ontstaat er dan weerstand en ruis en zo wil ik niet werken. En niks mis met een beetje weerstand, maar als er op persoonlijk niveau zeg maar gewoon geen match is, dan kan het ook niet. Dan weet ik zeker dat iemand namelijk op een andere plek beter resultaat gaat halen. Dus daar wil ik ook eerlijk in zijn. Naar die ander, maar ook naar mezelf. Maar dat betekent dat als ik afspraken heb met klanten, dat zijn dus altijd mensen van wie ik denk, oh wat leuk. Ja. Dus ik kan me ook echt verheugen op een dag die vol zit met afspraken. Ja, dan ga ik allemaal mooie ontmoetingen hebben. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is gewoon heel veel waard. Ja, dat snap ik wel. Maar geen enkel bucketlist dingetje dat je denkt van, nou, ik zou nog wel willen, weet ik veel, duiken in de, zeg maar wat. Of een, ja, noem eens een mooie plek. Italië. Ja, kijk. Ik zou best wel, er zijn best wel dingen die ik nog zou willen doen. Maar die vereisen allemaal niet dat ik stop met werken. Dus dat is eigenlijk ook, dat bedenk ik nu, dat is eigenlijk ook wel heel prettig. Ik hoef dus ook niet te stoppen met werken. Nou, wat heerlijk. Ja. En wat jij zegt, hè, duiken op een of andere mooie plek. Nou, ik heb jaren geleden, tijdens mijn huwelijksreis, heb ik mijn duikbrevet gehaald. Dat is misschien wel grappig, maar eigenlijk omdat we onze huwelijksreis echt super slecht hadden voorbereid, zeg maar niet. We hadden een ticket en het idee was dat we gingen fietsen in Mexico. En dan gingen we daar fietsen van het ene naar het volgende tempelcomplex. En dan gingen we daar natuur en cultuur een beetje met elkaar combineren. En we kwamen daar dus aan met onze sportfietsen en fietstassen. En dat ging allemaal in het vliegtuig. En dat moet je een beetje demonteren. En dan gaat dat in zo'n fietsdoos. En dan kom je daar aan en dan zet je alles in elkaar bij het fietsen. Maar omdat we dat slecht hadden voorbereid. Ja, dat geloof je ook niet, hè. Heb je het over je huwelijksreis. Maar goed, zo was het. Kwamen we daar en bleek dat die tempelcomplexen daar, nou, grandioos, heel indrukwekkend, fascinerend, echt prachtig. Maar de route ertussen, die was heel erg geestdodend. En daar hadden we gewoon helemaal niet op gerekend. En ja, als je een beetje voorbereidt, dan weet je dat. Maar goed, dat had er dus aan ontbroken. Dus wat was de situatie, Kat? Dan stapte je 's ochtends op je fiets en dan zag je voor je zo'n geasfalteerde weg met aan weerszijden jungle, een soort jungle, heel dicht. Je kon er niet doorheen kijken, je kon er ook niet overheen kijken. Dus gewoon eigenlijk twee groene muren en dan asfalt. En dan kon je eigenlijk 's ochtends al zien waar je 's avonds weer van je fiets af zou stappen. Oh, ja, getsy. Ja, dat was echt niet zo enerverend. En, eerst denk je nog, ja, dat is even hier, maar als we eer weer 2 dagen verder zijn, dan weet je, dan verandert dat landschap wel, maar dat was dus niet zo. Dus ik zat daar op mijn fiets, op de derde dag van mijn huwelijksdag, van mijn huwelijksreis, te bedenken, shit, ik heb het niet naar mijn zin. Wat klopt hier niet? Het is wel even mijn huwelijksreis, weet je wel. Dus nou, uiteindelijk met mijn man, hoe leuk vind jij het eigenlijk? En nou, uiteindelijk moesten we toch allebei een beetje toegeven van, jeetje, we hebben ons hier een beetje op verkeken. We zijn al heel vaak op fietsvakanties geweest en altijd door prachtige landschappen en zo. Maar dat landschap was daar niet, waar wij waren althans. Mexico heeft natuurlijk prachtige landschappen, maar niet waar wij zaten. En toen hebben we uiteindelijk besloten van, weet je, het is heel mooi om hier doorheen te trekken, maar niet op de fiets. Dus wat we toen zijn gaan doen, we hebben gekeken of we de fietsen ergens achter konden laten. Nou, die konden we in een of ander hostalletje waar we hadden overnacht. Mochten we de fietsen achterlaten in het voorraadhok van de keuken. Tussen de zakken mais en de blikken olijfolie en zo. En toen dachten we, hebben we een rugzak nodig. En dan springen we gewoon hier op de bus. Uiteindelijk rugzak
konden we niet aankomen. Er was niets te krijgen op de plek waar wij zaten. Wetend dat er thuis op zolder 2 prima trekking rugzakken lagen. Maar ja, dat was thuis en daar waren wij niet. Hebben we uiteindelijk, ja, dan moet je maar creatief zijn, hebben we allebei 1 fietstas gepakt. En dan heb je, ik weet niet of je dat kent, maar dan heb je zo van die 2 van die fietstassen op je bagagedrager achter. En dan hadden we ook voordragers van die lowriders op je voorwiel. Daar zaten ook 2 fietstassen aan. Dus we hadden 4 tassen per persoon. En dat hebben we gedownsized naar 1 fietstas per persoon. En toen zijn we ergens bij een of ander winkeltje, hebben we een doek gehaald. Daar hebben we banden van gemaakt met ons naald- en draadreparatiesetje wat we bij ons hadden. En hebben we die dingen omgetoverd in een soort provisorisch rugzakje. Nou, dat werd natuurlijk een soort kleuterrugzakje. Het zag er totaal niet uit, het paste weinig in. Hè? Dus maar 1/4 van wat we eigenlijk bij ons hadden. Ik dacht, nou ja, het moet maar. En dus dat was echt travel light. Maar dan echt. En zo zijn we gaan rondtrekken. En omdat we toen de bus namen steeds, van de ene plek naar de andere, ging dat verplaatsen veel sneller. En ja, werd onze actieradius ook veel groter. En zo kwamen we op een gegeven moment ook ja, buiten Mexico. En kwamen we ook uit in Guatemala en Belize. En op een gegeven moment in Belize dat we dachten, ja, we kunnen hier nu rondjes over het strand lopen. Maar eigenlijk als je hier bent, moet je onder water kijken. En toen dachten we, nou weet je, dat is wat we hier gaan doen. En toen hebben we daar cursus gevolgd. Ons daar een week ondergedompeld, letterlijk en figuurlijk. In de cursusboeken en de lessen en in het water. Daar duikbrevet gehaald. En toen nog een paar prachtige duiken genomen daar. En ja, dat had nooit gelukt als we waren blijven fietsen. Want dan waren we daar helemaal nooit uitgekomen. Dus zo heb ik dat duikbrevet gehaald. Dus die staat in elk geval niet meer op mijn bucketlist. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk om dat nog eens op herhaling te doen, weet je. Dat zeker. Ja, wat leuk zeg. Nou, dat ga ik dus wel onthouden. Hè? Hoe je dan dus creatief gaat zijn en ook gewoon goede keuzes maakt in van, oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk zoals het nu gaat. Ik wil het eigenlijk anders. Wat heb ik nodig? Ja, het gek. Ja, goed hoor. Nou ja, dat is wel iets wat sowieso, ja, dat is een houding die komt altijd van pas. Kijk, ik heb natuurlijk ook wel eens zo mijn tegenslagen. En dan kan ik ook echt wel even van de leg zijn hoor. Het is ook niet zo dat ik nou altijd meteen fluitend weer doorga. Maar ik weet inmiddels wel van, ik weet van, ik kom daar ook wel weer uit. Soms heeft dat even een uurtje nodig, soms een hele dag. En soms moet ik ergens even een nachtje over slapen. Of gewoon een week goed balen. Maar ik weet ook, er komt een moment, dan ben ik dat ook alweer zat. En dan komt die creativiteit ook, weet je. Dan laat ik dat weer achter me. En soms gaat daar even tijd overheen. En dat mag ook best, denk ik. En ja, daarna kan ik wel weer denken in, oké, dus dit is hoe het is. Of ik het nou wil of niet. Het is toch zo. Het is al zo. Ik kan er wel van alles over vinden. Maar ja, met die bevindingen kom ik dan toch te laat. Oké, en nu dan? Ja, tof. Hey Karen, en wat maakt jou rijk? Mooie vraag, zeg ik. Maar wat maakt mij rijk? Ja, het is natuurlijk ontzettend cliché, maar het is absoluut het eerste wat direct bij me bovenkomt. Ik voel het echt gewoon in mijn hart als je die vraag stelt. Dat is mijn gezin. Ja, dat boven alles. Ja, ik heb 2 fantastische kinderen en een hele toffe man. En ja, dat weet je. Ik kan heel druk zijn met van alles en nog wat. Er gaat ook behoorlijk veel tijd in mijn werk zitten. Maar als puntje bij paaltje komt. Ik bedoel, als er gekozen moet worden. Hè, dat is nu niet aan de hand. Maar stel, hè, dus je kan wel eens een situatie hebben waarbij je even je keuzes moet heroverwegen. Ja, gezin op 1. Ja, tof. En ja, als je het over rijkdom hebt, dat kan je natuurlijk in een brede zin zien. Ik zie het ook bijvoorbeeld als inspiratie. En dan denk ik vooral bijvoorbeeld aan boeken. Jij zei ook al van dat je het heel fijn vindt om kennis tot je te nemen.
Wat is nou een van jouw favoriete boeken en waarom? Oh, nou, ik weet een ontzettend leuk boek, Kat. Ik heb hem denk ik al wel 3 of 4 keer gelezen. Steeds met een jaartje of 2 jaartjes of zo ertussen. Dat gaat niet over kennis, hoor. Dat is gewoon een boek vol humor. Ontzettend leuk. Even denken, hoe heet dat nou ook alweer? Ik heb volgens mij de vertaling gelezen, Nederlandse vertaling gelezen. Hoe krijgt ze het voor elkaar? Van Alison Pearson. En ja, dat is een boek. Het is met zo grandioos vol, grandioos veel humor geschreven. Echt spot on en zoveel herkenning. En wat erg prettig was. Het gaat over een werkende moeder namelijk. En dat thema wordt uitgelicht. En een vrouw die enorme ambities heeft, ook heel veel in haar mars heeft. En toch ook die spagaat kent van wanneer ben je nou waar aanwezig? Hè? En hoe verdeel je je tijd en je aandacht? En hoe zorg je dat het voor iedereen klopt? En dat is denk ik een thema wat heel veel mensen zullen herkennen. Dus het is een feestje van herkenning, maar wat prettig is wat Alison Pearson doet in dat verhaal, het is bij niemand zo erg als bij die hoofdpersoon. Dus het is heel geruststellend gewoon. Ja. En toch is het realistisch geschreven, zeg maar. Dus het is geen klucht of zo, maar ik heb regelmatig met tranen over mijn wangen van het lachen gezeten. En als je dat dan leest, als je in de trein zit bijvoorbeeld. Okay, kon ik het daar nog wel een beetje benauwd van krijgen. Dat je daar in je eentje zo met je boekje zit. En dan eigenlijk moet brullen van het lachen. Maar je zo bewust bent van, ja, ik zit hier niet in mijn eentje of thuis op de bank. Ik zit hier in een coupé vol andere mensen. Weet je wel. Oh, heerlijk. Oh, ja. En ik vind het een leuke, want deze heb ik nog niet gehoord. Het is een originele titel. Ja, heel veel mensen zeggen toch een beetje dezelfde dingen. Dat vind ik wel grappig. Het zijn wel heel veel boeken die zijn echt soort van bij iedereen bijna favoriet. Dus ik vind het leuk. Ah, ik ja. Even wat anders. En ik heb hem ook een aantal keer cadeau gedaan. En volgens mij valt hij altijd goed. En een aantal keer uitgeleend. Als je het meerdere keren hebt gelezen, is het sowieso altijd een goed teken, vind ik. Ja. Dat is gewoon, ja, weet je. Dat is. Als het gaat over voorbeelden, het hoeft niet per se. Ja, misschien een businessvoorbeeld. Iemand die een ondernemer waarvan je zegt van die bewonder ik heel erg. Of, maar kan ook anders zijn. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Heb je iemand dat je zegt van, nou, die vind ik wel echt goed. Of daar, Ik ben altijd een beetje wars van van gurus. Of zoiets. Mm-hmm. Ik heb ook altijd het idee van, ik ben graag bij mensen in de leer. Ik kan ook heel goed even zeg maar aan de kant schuiven dat ik een hoop expertise heb en me even helemaal opstellen als leerling. Daar kan ik heel erg van genieten ook. Ik ben graag bij mensen in de leer ook inderdaad. Maar ik vind het fijn als dat een beetje divers is. Want iedereen heeft toch vaak zijn eigen ideeën, zijn eigen stokpaardjes soms ook. Maar niet alles wat voor de een werkt, werkt ook per se voor de ander. Dus ik vind het lastig om nou zo een naam te noemen. Maar ja, ik noemde natuurlijk aan het begin net al even van, in mijn beleving kennen wij elkaar omdat we allebei bij Zaraida Groenhart in de leer zijn geweest, zal ik maar zeggen. En dat is mij toen wel heel goed bevallen. Daar heb ik veel van geleerd, op een hele aangename manier ook. Het gevoel ook echt dat zij zich over je ontfermt, als het ware. Echt je de dingen aanreikt waar je wat mee kan, waar je mee verder komt, maar ook waar je aan toe bent op dat moment. Ik heb een hoop ondernemers om me heen en allemaal op hun eigen manier hebben ze iets waarvan ik denk, oh wauw, wat gaaf zeg. Dus ja, er zijn eigenlijk best een hoop mensen wat dat betreft die... Het is alleen maar goed, toch, denk ik. Mooi voorbeeld zijn. Ja, ik denk dat... En dat is bij jou natuurlijk ook, hè, dat jij zit hier gewoon een podcast te doen. Dan denk ik, god, wat gaaf eigenlijk zeg. En dat doet ze toch maar even.
Nou, dat vind ik ook heel inspirerend. Dus ja, misschien ben ik niet zo het type om iemand als voorbeeld te hebben. Maar ik laat me wel heel graag inspireren. En dan ga ik daar vervolgens op mijn eigen manier mee aan de gang. Zodat het ook echt iets wordt wat bij mij past. Dat het, en dan wordt het ook echt, zeg maar. Hè? Dan, ja, cool. Ja, ik denk dat misschien geef ik nu wel een heel vraag antwoord. Nee, het vind ik wel niks te ontwijken, maar ik zit even een beetje hard op te denken. Ik vind dat super helder. En ik vind dat ook, ik denk dat het ook heel, heel goed is. Want iemand klakkeloos overnemen is nou ook niet per se de bedoeling. Maar ja, weet je, soms hebben mensen wel zoiets van, oh, dat vind ik een gaaf iemand. Of daar voeg ik een training bij. Of weet je wel. Beetje op die manier. Maar ik heb het ook altijd zo. Ja, ik heb heel veel online programma's. Nou, niet eens allemaal gevolgd, maar wel, daar was ik dan door geïnspireerd. En dan dacht ik van, oh, superleuk, oh, dat ga ik doen. En dat je dan toch merkt van, oh, maar eigenlijk de manier waarop ik dat doe, vind ik eigenlijk ook wel prettig, weet je wel. Ik hoef het helemaal niet op die manier te doen. Dus ook goed om je eigen weg daarin te vinden. Maar ja, een beetje van jezelf en een beetje van magie af en toe. een klein beetje inspiratie is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, nee, dat klopt. Maar bijvoorbeeld een collega-ondernemer van mij, Marianne van Cup of Empathy. Mm-hmm. Die heeft van gewoon helemaal in haar eentje, heeft die die is een enorm bedrijf aan het opbouwen. Internationaal, die heeft op het thema geweldloze communicatie, non-violent communication, heeft ze het grootste YouTube-kanaal ter wereld, geloof ik, inmiddels opgebouwd. Ja, dat vind ik echt fascinerend en heel inspirerend. Want weet je, van dat soort dingen gaat ook, vind ik altijd heel sterk de boodschap uit. Dat kan dus gewoon. Dat bedoel ik niet bagatelliserend, want ik weet, daar werkt ze natuurlijk heel hard voor. Maar ze doet het allemaal en nou, dan is dit dus uiteindelijk het resultaat. Ja. Dus dat vind ik, dat vind ik ook heel erg inspirerend. Tof zeg. En dit is een beetje een lastige misschien. Oh jee. Wel interessant. Nou, kom maar op. Als ik me echt zou kennen, zou je weten dat. Vul aan. Oh, weet je, Kat, er schiet mij nog iets nog iemand anders te binnen. Mag ik nog heel even... Ja, iets meer op jouw vorige vraag? Wat zei je? Dat mag, tuurlijk, ja. Oké, Ja, wat bij me opkomt, is Mandy Ladan. Ik weet niet of je haar misschien kent. Ja. Oh, natuurlijk. Ja, jij kent haar. Dat weet ik. Ja. Dat is ook iemand die... ik vind het mega inspirerend hoe zij ook van scratch af aan heel bedrijf heeft opgetuigd. Stap voor stap voor stap. En het wordt steeds groter. Het krijgt steeds meer impact. Maar ik vind het ook heel mooi hoe zij, en daar heb ik wel echt bewondering voor, hoe zij enorm van betekenis is met wat zij doet. Maar eigenlijk zonder enig eigen belang. Hè. Het is helemaal in ten dienste van andere mensen. Het is natuurlijk... Zij heeft natuurlijk geen winstoogmerk, maar het is een stichting. En hoe ze vanuit het drijfveer die zij heeft, hoe ze daar haar werk doet, wat echt ontzettend kostbaar werk is. Dat vind ik nou alweer op een heel andere manier heel erg inspirerend. Ja, dat snap ik wel, ja. Zij heeft een stichting, die heet, even ter info, Mama Love. Mama Love, ja. Mama Love, ja. Waarbij zij moeders in zeg maar ontwikkelingslanden helpt door ze te koppelen aan moeders in westerse landen. En het heeft te maken met de geboortepakketten en de baby shower cadeautjes die je dan eigenlijk doorgeeft aan de... je geeft eigenlijk daarmee... de kinderen in de wat armere landen een betere start. Zo ongeveer. Ja, er wordt eigenlijk veilig gesteld dat vrouwen overal op de wereld een veilige bevalling kunnen hebben. Ja, goede basis. En het babytje een betere start. Ja. En ik vind het prachtig. En ik
ik ben ook sponsor geworden van deze stichting. Ja, alweer een poosje geleden. Dus telkens als ik een nieuwe klant krijg voor een traject, dan sta ik een stukje van die omzet sta ik af aan Stichting Mama Luf. Dus mijn klanten betalen daar niet zelf voor of zo. Die merken daar in principe niks van. Behalve dat ik dat even natuurlijk fijn juichend vertel, want het is gewoon heel leuk. Maar dat weet je, zij hoeven daar niet iets voor te betalen. Dat doe ik. Dat is misschien ook wel een gevoel van rijkdom. Dat je met wat je zelf verdient aan geld, aan omzet of inkomen, dat je dan buiten kijkt van oké, waar kan ik het zelf aan uitgeven? Hè? Ik heb natuurlijk ook een huis betalen en zo, maar ook van goh, wie of wat kan ik daar ook in laten delen? En als je daar de ruimte voor hebt, dat voelt ook als rijkdom. En dan niet in de zin van de euro's, maar meer in de zin van de mogelijkheid, de kans of de verbinding misschien ook wel. Ja, nee, dat is prachtig en het is ook herkenbaar. Ik heb precies, ik doe dat ook en ook dat ik altijd 1 of 2 klanten per jaar gratis help. Ah ja. Een soort van ding ook om daar ook, weet je, mensen die het niet kunnen betalen, op die manier toch verder te helpen, weet je wel. Dat is heel leuk om te doen. En dan daarnaast, weet je, mensen die gewoon hele toffe dingen neerzetten, die wil je gewoon supporten. Dus dat is gewoon heel leuk. En het is gewoon heel tof als je dat kan doen, weet je. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou ja, als ik jou echt niet zou kennen, zou ik niet weten dat je dat deed. Nu weet ik het wel. Ja. Ja. Dus dat is het antwoord op die vraag, als je wil. Oh, want dat was je volgende vraag. Ja, dat was mijn vraag. Ja. Als je me echt zou kennen, zou je... Ja, ik ging nog even terug inderdaad, maar ik wist niet meer wat jij nou ook weer had gevraagd. Ja. Misschien ook wel... geen idee hoor, of mensen dat weten of niet, maar misschien wel een grote liefde voor klassieke zang. Dat is iets, daar kan ik uren van genieten. Staat bij mijzelf nu, ik zing zelf ook, dat staat nu even op een wat lager pitje. Dat komt wel weer. Maar daarnaar luisteren, dat is ook al zo mooi. Dat geeft me echt kippenvel. Ik weet niet, er raakt iets bij me. Daar heb ik een gevoelig snaar voor. En ja, dat vind ik echt ontzettend mooi. Nou ja, en misschien een ander, als je me echt zou kennen... Dan zou je weten dat ik heimelijk mijn spierballen train. ik wil gewoon graag fit zijn hoor, dat zit er vooral achter. Maar het is leuk om te merken, vind ik, dat als je dan aan het trainen bent, dat je fitter wordt en dat je je sterker voelt fysiek. Dat is prettig. Het is dus dat je daar resultaat van oogst. Dat kan ik wel echt heel leuk vinden. Tof, ja. Hey, en wat zie jij als jouw grootste levensles of inzicht? Dan denk ik toch... Ik zat even te denken van... dan moet ik dus kiezen. Weet je die impact heeft gemaakt? Dat je denkt van... Wow, ja, dat is wel... Nou, ik denk wat bij mij echt wel impact heeft gemaakt en voor een grote verandering heeft gezorgd, die ik ook niet meer loslaat of zo, weet je wel. Dat is gewoon levensveranderend geweest. Het inzicht of het besef dat als je loyaal bent aan je verlangen, dan ontstaat er zoveel ruimte voor levenslust. Ja, levensvreugde, dat vind ik altijd een soort van, ik weet niet, het is ergens een beetje een oudbakken woord of zo, maar het drukt wel iets uit wat heel veel waard is, vind ik. Weet je, alles wordt er leuker en lichter van. En voor jezelf, maar ook voor je omgeving. En dat is een misvatting die ik zelf, denk ik, lang heb gehad.
en die ik ook veel wel om me heen tegenkom, dat als je loyaal zou zijn aan je eigen verlangen, dat dat egocentrisch is. Maar ik denk dat het misschien eigenlijk wel eerder omgekeerd is. Want ik denk, en dat zeg ik ook wel eens als ik in gesprek ben met vrouwen die overwegen om een coachingtraject bij mij te doen. Omdat ze nu bijvoorbeeld in werk zitten waarvan ze merken, nou, ik heb een goede baan, maar eigenlijk niet de goede. En als je dan doorvraagt hè, van oké, ja, het is een goede baan met erg veel intellectuele uitdaging, veel verantwoordelijkheid. Goed salaris, goede doorgroeikansen, noem maar op. Maar als zij daarmee op een pad zitten wat eigenlijk niet klopt met waar ze echt naar verlangen, dan, ja, inderdaad, dan wordt is het misschien wel een goede baan, maar niet de goede. En daar word je als mens ook echt niet leuker van. En ik denk, als je dus gaat onderzoeken van waar verlang ik nou echt naar? Als ik nou alles mocht kiezen, hè, hoe zou ik het nou het allerliefste willen? En dan willen niet vanuit hoe je dat bedenkt, maar echt vanuit een gevoelswillen. En je gaat dat doen, je gaat dat onderzoeken en je gaat daar uiteindelijk naar leven. Ik weet zeker, dan kom je echt leuker thuis aan het einde van een werkdag. En ik weet zeker dat iedere partner heeft liever een vrouw die even wat tijd en geld in zichzelf heeft geïnvesteerd om precies uit te vinden wat dat dan voor haar is en hoe je dat dan voor elkaar krijgt. En die vervolgens inderdaad na alle werkdagen energiek en voldaan thuis komt, dan een vrouw die thuis op de bank ploft en denkt, een soort van onbevredigd, onvoldaan over de dag die achter haar ligt. En ook als je kinderen hebt, ik denk dat je een leukere moeder kan zijn, gewoon een leuker mens kan zijn, als je iets doet wat je echt leuk vindt, wat je echt belangrijk vindt dat het gedaan wordt, en waar je ook merkt van, hier kan ik, waar ik goed in ben, echt voor inzetten. Dan kun je het meeste waard zijn eigenlijk. En dan kom je weer terug aan dat van betekenis zijn. En ja, dat is echt een universeel menselijk verlangen. En als je dat veronachtzaamt, zal ik maar zeggen, dan ga je uiteindelijk toch langzaam maar zeker een beetje dood van binnen. Ja. Ik spreek vaak mensen die hebben bijvoorbeeld een concessie gedaan op hun carrière. Op het moment dat er thuis meer beroep op hen werd gedaan. En vaak is zo'n moment als er kinderen komen. Of het kan ook zijn als er mantelzorg nodig is. Of de partner gaat een studie doen, de avonduren, noem maar op. En om zeg maar, het idee van, oké, als ik dit blijf doen wat ik nu doe. Die ambitieuze baan waar ik helemaal in mijn element ben, waar ik helemaal mijn ei kwijt kan. Als ik dat blijf doen, dan wordt het te veel bij elkaar. Dan krijg ik het thuis niet meer geregeld. Dat gaat me stress geven. Dus weet je wat? Ik doe een concessie. Ik ga naar een rustigere baan. En dan wordt alles makkelijker. Één klant verwoordde het een keer zo treffend. Die zei, ik wil eigenlijk opbloeien in mijn werk. Maar waar ik nu zit, bloed ik in feite dood. En die zat gewoon onder haar niveau van wat ze kan. Van wat ze kan brengen. En ook onder haar ambitieniveau. Maar dat is altijd zo'n spagaat, hè? Ambitie wordt vaak geassocieerd als iets negatiefs. Hè? Heel streberig. Meer geld, meer status, dat soort zaken. Maar ik geloof, daar gaat het uiteindelijk niet om. Als je ambities hebt, dat is uiteindelijk gewoon een bepaald verlangen. Om in de wereld te zetten wat je in de wereld kan zetten. En als je daarop inlevert, dan gaat daar heel veel energie naartoe lekken. Dan raak je heel snel uitgeput. Ook al zou je dus gaan kiezen voor een baan waar je in theorie, objectief bekeken, minder energie aan uit zou hoeven geven, omdat je het bijvoorbeeld met twee vingers in je neus kan, bij wijze van spreken. Het werkt gewoon niet.
En zolang je het helemaal met je eigen concessie doet. Ja. Ja. En nou, ik denk dat is wel een levensles die ik graag doorgeef. En die voor mijzelf ook goed werkt. En natuurlijk, natuurlijk zijn er wel eens concessies. Maar als je hele carrière eigenlijk een concessie wordt, hè, dan gaat het niet werken. Je wilt eigenlijk dat min of meer compromisloos kunnen doen. Zonder daar anderen mee te benadelen. En ik denk, er wordt wel vaak gedacht, het is of het een of het ander. Maar ik denk, als je gaat zoeken naar een oplossing waarin beide vertegenwoordigd is, ja, dan heb je goud te pakken. Ja, zeker weten. Ja, tof zeg. Nou, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik geloof het ook dat het zo werkt. En dat je juist door dingen te doen waar je echt je ei in kwijt kan en waar je betekenis geeft, dat je daar zoveel energie van krijgt, dat dat compenseert wat er aan extra werk verder nog naast komt. Dat kan je dan gewoon beter. Je hebt volgens mij ook met veerkracht te maken, want je wordt gewoon veerkrachtiger. Je kan volgens mij sowieso alles veel beter aan dan. Ja, dat. En ik denk ook wel een aspect nog is, als je iets doet wat je, waar je echt voor gedreven voelt, hè, wat echt je persoonlijke drive is, of je roeping, of je missie, of welk woord voor jou ook maar klopt, dan trek je gewoon een extra blik energie open. Ja. Dat komt beschikbaar, wat eerder niet beschikbaar was. Vanuit je tenen of zo, Wat zei je? Vanuit je tenen of waar dan ook vandaan, maar dat is er gewoon. Dat is er dan gewoon. Ja. Dus dat maakt het lichter. En het wakkert ook een bepaald vuur aan. En dat is heel krachtig. En dat krijg je allemaal opeens erbij dan. En wat een ander aspect denk ik is, hè, als je ook echt ontdekt, waar ben je nou echt zo ontzettend goed in? Hè? Er is bij mensen vaak nog zoveel verborgen talent. Wat dus, als het niet gekend wordt, dan kan het ook niet worden ingezet. En als je dat gaat ontdekken, je snapt meteen, als je gaat werken vanuit je talent, dan doe je dingen in minder tijd, met meer gemak. Dan worden dingen soepeler. En ja, dan ga je dus tijd overhouden in plaats van tekortkomen. Ja. Sowieso vind ik dat altijd heel grappig, dat als je het heel druk hebt, dan kan je altijd veel meer dan als je het heel rustig hebt. Dus sowieso werkt het, weet je, het werkt op zo'n manier. Dat is ook interessant. Dat kan er ook nog wel bij, want ja, ik ben nou toch al aan het lopen, weet je wel. En als je vanuit stilstand in beweging moet komen, dat is gewoon veel moeilijkere actie. En dat is... Dus daar heeft het ook niet wat mee te maken. Maar ik vind het fascinerende materie. Nou, jij kan er zeker mensen mee helpen. Dat weet ik, nu 100%. En we gaan bijna naar een afronding toe. Maar ik wil nog heel graag van jou horen. Wat lees jij? Wat kijk jij? En wat luister jij op dit moment? Oké. Nou, ik lees op dit moment vooral. Ik ben twee boeken op herhaling aan het lezen eigenlijk. Een boek, meer een vakgericht boek en een boek gewoon voor de lol, zeg maar. Al is dat vakgerichte boek, dat geeft me ook wel een hoop lol. Maar ik ben aan het lezen The Rosie Project. Ik weet even niet de naam van de schrijver, zeg. Ik denk dat ik wel weet welk boek je bedoelt. Ja. Een geweldig boek. Ja. Ook met een flinke dosis humor geschreven. Er worden allerlei hilarische situaties beschreven die voor degene die ze beleeft in het boek heel normaal zijn. En die snapt niet wat er nou zo hilarisch aan is. En juist dat maakt het dan hilarisch. Heel goed geschreven en ontzettend leuk om te lezen. Ik heb hem jaren geleden eens cadeau gekregen en gelezen. En ja, ik heb hem nog een keer uit de kast gepakt. En het andere boek wat ik op dit moment heb liggen, dat is Dare to Lead van Brené Brown. Dat vind ik ook echt een aanrader. Het is een prachtig boek over regie nemen, over allerlei situaties. Het is geënt op werksituaties, dit boek. Maar je kunt het eigenlijk
vloeiend vertalen naar gewoon je leven als geheel. Daartoe liet, of in de Nederlandse vertaling durft te leiden. Ontzettend goed, helder, to the point en duidelijk geschreven boek. Heel inspirerend. En wat kijk je wel eens iets, weet ik veel, Netflix-serie, televisieprogramma waarvan je zegt van, nou, dat vind ik echt tof. Ik vind bijvoorbeeld, kijk, televisieprogramma's die ik tof vind, die zijn vaak vrij laat op de avond. En ik ben niet zo'n avondmens, dus dan ga ik al een beetje in slaap zitten vallen. En dan denk ik, oh, komt dat nu? Wat jammer. Nou, dan kijk ik het nog even terug, maar dat komt er natuurlijk nooit van. Maar zo wat van die talkshows die 's avonds laat de actualiteiten van die dag behandelen en daar dan met een aantal gasten een bepaalde invalshoek op. Dat vind ik over het algemeen leuk om te kijken. Een serie die ik vroeger keek en die nu door mijn pubers is ontdekt, 20 jaar later zeg maar, is Friends. En ja, de grap daarmee is, want daar kijken we dus ook wel eens met z'n allen naar. Dat is zo oud en nou, dat is wel zo goed in elkaar gezet, want dat blijft leuk. Nou, vind ik dan hoor, misschien er zijn meningen van. Hoor ik van heel veel mensen, dat het soort humor is nog steeds leuk en het is nog steeds grappig. Ja, dat is ongelooflijk wat een concept dat dan is, hè? Dat gewoon de tand des tijds gewoon echt doorstaat, want het is gewoon nog net zo leuk als destijds. Cool. En luisteren, heb je een bepaalde muziek die je nu op je Spotify playlist hebt staan, dat je zegt, die zit op repeat? Nou, die ik deze week op de repeat had. Ik had een hoop schrijfwerk te doen. En dan ga ik daar wel goed op. Dat zijn allerlei soort van verstillende pianostukken van Schubert bijvoorbeeld. En dat vind ik dan... Dat is muziek zonder tekst. Want zeg maar, met tekst, dat leidt me af. Dan ga ik luisteren, waar gaat het over? En dan, nou, ik kan niet twee dingen tegelijk. Maar instrumentale muziek die dan een bepaalde verstilling in zich heeft, daar kan ik heel goed mee focussen op schrijfwerk. En ja, dan, daar zit ik tegelijkertijd dan ontzettend van te genieten. Cool. Dus die ging deze week op de repeat. Ik weet niet precies welk stuk. Oh nee, maar goed, jij hebt er een beeld bij en je hebt een soort van liefde voor klassieke muziek. En dat vind ik wel grappig. Ja. Het is niet het enige wat ik luister hoor. Het is wel gevarieerd, maar als ik één ding zou mogen kiezen, dan was het toch wel de klassieke muziek. Ja. Ja. En heb je misschien ter afronding nog tips voor de lezer, voor de luisteraar en voor de lezer van het interview? Tips voor de luisteraar? Ja, nou, dan denk ik dat mijn tip... Ik zou er ook 20 kunnen noemen, maar als ik nou mijn belangrijkste tip die zo als eerste bij me opkomt, dan is dat toch wel maak de keuzes die bij je passen, want dat is de bedoeling. En daar wordt alles leuker en lichter van door de keuzes te maken die de bedoeling zijn, die bij je passen, ook als ze spannend zijn. Stel jezelf in staat om het leven te leven waar je nu van geniet, waar je 's ochtends elke dag met liefde voor je bed uitspringt en denkt, ah leuk, weer een dag. En ook waar je, als je dan later bij wijze van spreken met je kleinkind op schoot zit, over kan zeggen, nou kijk, dat heb ik gedaan. Dat je daarop terugkijkt zonder spijt. Maar denk, ja, het was goed. En vooral niet om het dan na afloop pas oké te laten zijn, maar wel vooral ook met het idee, hè, dat het vandaag al goed is. Dat je er vandaag van geniet, dat je er vandaag, dat het vandaag klopt. Ja, toffe tip. En als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze kijken?
je website of Instagram. We doen het ook in de show notes hoor. Maar ik vind het altijd leuk ook als je dit... Oh, oké. Okay. Nou ja, het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als mensen interesse gewekt is. Kijk, sowieso mijn website, hardhoutenporselein.nl, daar kun je een kijkje nemen. Ik plaats ook regelmatig korte video's op mijn YouTube-kanaal, Hardhoutenporselein. Het heet daar geloof ik Hardhoutenporselein Coaching. Okay. Ik heb ook een Instagram-account waar ik regelmatig, echt een paar keer per week, tips of inspiratie of overdenkingen of vragen die ik heb gekregen, die ik dan beantwoord. En dat is dat account heet ook Hard, Hout en Porselein. En op LinkedIn plaats ik ook geregeld dingen waarvan ik denk, ja, daar heb je wat aan als je in een baan zit en je weet al, ik wil eigenlijk iets anders, maar hoe pak ik dat dan aan? Of hoe krijg ik het lef om het ook te durven? En op LinkedIn heet ik Karen Wensma. Dus zo kun je mij vinden. Tof. Nou, en we zetten die dingen ook allemaal even in de show notes. Dus dan kan je het nog even nalezen. Okay. Dankjewel voor dit gesprek, Karen. Heel inspirerend. Superleuk. Nou, dat jij echt je ideale ding in het leven hebt gevonden om te doen. En dat je daarmee weer andere mensen heel erg blij kan maken. Het zit natuurlijk een beetje in dezelfde line of business als in dat we allebei eigenlijk op zoek gaan naar het goud van mensen. Mm-hmm. En hopen dat ze het eruit durven te laten komen, omdat het zo mooi is als mensen gewoon lekker blij zijn met wat ze doen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Leuk. Dankjewel. Ik vond het heel leuk om te gast te zijn bij je, Kat. Super tof en dankjewel. Nou, heel graag gedaan. En mensen, als je het een leuke podcast vond, liken en abonneren. En, zo is dat. Tot de volgende aflevering. Bedankt. Hoi, hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno, 2 aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.